Plaats hier, meneer Suikerbuik. Hier is nog even voorstellen. U heeft ons al een beetje zien rondlopen. Naast mij staat Evelien. Naast mij staat Magda. En wij zijn van Theaterzaken. En wij zijn de gastvrouwen van vanmiddag. Ik voel me al een beetje de spreekstalmeester, zeg maar. Ja, of ceremoniemeester zou ik. We gaan beginnen met de spreekstalmeester. Ja, nee. We hebben een paar krukken neergezet en het leek ons leuk om die te laten vullen met mensen die verhalen ook een beetje kunnen vertellen. Daarvoor willen wij de volgende mensen naar voren vragen. Mensen naar voren halen. En vanmiddag is het feest, natuurlijk. Ja, meneer Nijf, u zegt het al, ik ben niet alleen oud-docent, maar u kent deze plek en deze school heel erg goed. Ik heb 31 jaar achter deze school gewoond, hierachter op nummer 9. Ik heb dus als jongetje hier op de lagere school gezeten, 2 jaar. Toen is de school bezet door de Duitsers. Toen moest hij eruit. Toen ging hij eruit besteden aan andere scholen. En, maar toen moesten we in één keer in een andere school? Wij hebben bij de Hagedoornschool ingezeten, het gebouw verdeeld met die school. En later, toen was het kazerne. En in november 1944 is het lazaret geworden, het ziekenhuis. Wie kent dat nog? Wie weet dat nog? Niemand. Nee. Die allemaal mee hebben geholpen om dit pand zo mooi af te maken en zulke mooie appartementen te maken. Ook bijvoorbeeld het buurtpreventieteam die nog veel opgelet heeft op het moment na de brand. Toch elke keer weer een ronde kijken of de hekken gesloten waren. Met de waren niet, ja, dus dat zijn het de vrijwilligers in de wijk. Dus die wil ik ook expliciet even... Ik zag één mevrouw met een heel mooi geel jasje. Dat buurtpreventie. En u heeft een blauwe. Fijn dat u er bent ook, dames en heren. Dan gaan we nu naar de officiële opening. Ja. Even meneer Nijhoff nog een handje geven. Hout, Peter van Hout, staat aan de ene kant van het lint. Ja. En als er dan sprake is van een wethouder in de zaal, dan zouden we ons kunnen stellen dat de wethouder aan de andere kant ze is in de house. Christine van Wijk, fijn dat u er bent. Ja, ook goed dat u er bent. Ja. Meneer Nijhoff, de oorspronkelijke Belg, in bewaring genomen. 3, 2, 1. Hoera! Hoera! Een hele mooie oude gebouw hebt en je weet ze zo weer functioneel te maken en ook zoveel enthousiaste mensen weer voor die nieuwbouw te treffen. Woningcorporatie dat fantastisch heeft opgepakt, ondanks alle tegenslag. Je rijdt hier door de straat en dan denk je van, yes, dit is het.